Ramadan, Ramadan. I thought I was gonna choose a career before I choose my principles, my manhood. So I said, okay, cool, fire me from this $100,000 movie. Because I ain't gonna play no gangbanger who's a Muslim. There ain't no such thing. I refuse to play parts that don't exist. Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe video. En ja, deze video van vandaag is eigenlijk een video die ik een tijdje geleden tijdens de Ramadan ook heb gemaakt. Maar dan net iets anders. Vijf dingen die je misschien nog niet wist over de islam. Dat is deze video, dus als je hem nog niet hebt gezien, ga hem even checken. Maar vandaag, ik kwam laatst een video tegen op YouTube waarin een samenvatting was gedaan van ongeveer 10 bekende mensen over de hele wereld die moslim blijken te zijn, waarvan je dat misschien nog niet wist. En sommige die kwamen voor mij echt aan als een verrassing van, ben je moslim? Alhamdulillah. Je weet toch gewoon, ik weet niet, ik krijg dan een soort van, ja, gevoel van, kijk eens, heel veel mensen die zijn gewoon moslim, die op hele hoge positie zitten, die heel veel macht hebben, maar heel veel mensen in de buitenwereld die weten dat misschien nog niet. Wel een belangrijk iets natuurlijk om te benoemen. Maar voordat we verder gaan, vergeet natuurlijk niet om te abonneren, mensen. We gaan lekker, we stijgen rustig met die abonnees. We zijn aan het klimmen, stapje voor stapje. Abonneer. Duimpje omhoog en vergeet natuurlijk niet om die belletjes aan te zetten. We gaan dus een top 5 doen. Laten we gewoon beginnen met nummer 5. Met op nummer 5 Ice Cube. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik van, hè, is Ice Cube moslim? Maar blijkbaar is Ice Cube dus ergens na 1990, toen die solo ging, toen was hij dus bekeerd naar de islam toe. Meneer de Grinch. Can you protect yourself at all times? Yes. Ali, Foreman, Frazier. En dat zien we heel vaak ook terug in de Verenigde Staten. Heel veel Amerikaanse rappers, ik kan ze niet allemaal proppen in deze top 5, maar heel veel Amerikaanse rappers die komen op een gegeven moment ergens op hun weg, komen zij de islam tegen en dan bekeren zij uiteindelijk en worden zij dus moslim. Maar dat hoor je niet altijd terug, of dat zie je niet altijd terug, zoals bijvoorbeeld een Ice Cube. Ik had dat niet verwacht, ik zeg je eerlijk, maar wel hard om te zien. Heeft hij in een interview gezegd met The Guardian, dit was ergens in februari 2000, dat hij zichzelf identificeert als een moslim. En daarmee bedoelt hij zichzelf als een natuurlijke moslim. Hij zegt, ik bedoel het, het is echt tussen mij en God. En ja, naar een moskee gaan en the ritual and the tradition, it's just not in me to do, so I don't do it. Dat is wel iets wat hij aangeeft. Dus hij eigenlijk zegt hij meer soort van, ik ben wel gewoon moslim, ik geloof erin, maar ik praktiseer het misschien niet echt. Dat is wat ik van dit interview, is natuurlijk jaren geleden. Het is nu niet echt duidelijk of hij nog steeds islam, gewoon nog steeds dat hij moslim is en dat hij ook misschien wel praktiseert. Ik hoop het wel voor hem, inshallah. Met op nummer 4, ja, iemand uit de voetbalwereld. Deze man is de trainer van Real Madrid. Natuurlijk een van de grootste voetballers ooit geweest, weet je. Staat in de categorie met, wil ik hem nu al, ik weet niet, ik ga die voetbalfans achter me aankrijgen. Ik wilde zeggen, Cruyff, Pelé, gewoon de grootste. Zinedine Zidane, oftewel Zizou. Oh, wauw. En ja, deze man is moslim, komt oorspronkelijk uit het noorden van Algerije. Zou je misschien ook niet zeggen dat hij moslim is? Natuurlijk wel, hè, zijn naam Zinedine. Hij vertelde wel dat toen hij dus speelde voor Juventus, las hij elke keer Ayat al-Kursi. Dat is een korte versie vanuit de Koran. En dat deed hij dus voor elke wedstrijd. Dus dat geeft wel aan van, weet toch, hij gelooft er wel echt in. Hij is gewoon, weet toch, hij gelooft echt vanuit zijn ziel in ieder geval wel voor dat. Vaak is het zo dat op het moment dat het echt moeilijk is, echt moeilijk, zelfs iemand die niet gelooft in God, toch bij zichzelf afvraagt van boven, van alsjeblieft, help mij, of hey, red mij. Of, dat is altijd zo. Dus je weet toch, dat is wel iets wat sterk bij ons moet zijn, waar we allemaal aan moeten werken. Maar ja, dus de trainer van Real Madrid, dus als je Madrileen bent, ik zelf ben dat niet, ik ben Catalaan, je weet toch. Dus ja, mi hablo español poco, si claro, entiendo mucho bien, si claro. Als je dat dus nu nog niet wist, Zinedine Zidane is ook moslim. Op nummer 3 gooien we Shaquille O'Neal. Ik denk dat de meeste mensen hem wel kennen, die man is... Hoe lang is 7 foot 1 inches?
Hoe lang is 7 foot 1 inches? 2 meter 15. Allahu Akbar. Maar dus Shaquille O'Neal blijkt dus ook gewoon moslim te zijn. Want een keertje in een interview in 2010, toen werd hem de vraag gesteld van, hè, wie denk jij dat jij, wie is de beste center back, of ik weet niet hoe ze dat in basketbaltermen noemen. Wie denk jij dat de beste center back is? En toen antwoordde Shaq met, another Muslim brother, Hakim Olajuwon. En toen had hij ook bevestigd dat hij plant om naar Turkije te gaan. En ook wilde hij meedoen aan de Hajj. Ja, alleen het opmerkelijke is wel dat de video van internet is weggegaan sindsdien van YouTube. Het stond op YouTube, maar het is inmiddels weggegaan. Dus het is niet duidelijk of Shaquille O'Neal nog steeds, zeg maar, echt een moslim is of praktiseert. Is Shaquille O'Neal moslim? Allah with you. Thank you. Alhamdulillah, I mean Allahu Alam, but when I speak to him, he gives me salams. Uh-huh. You know what I'm saying? I return the salams without, you know, investigating. Alhamdulillah, he gives salams. You know, it's the right of a Muslim to return the salams. Yeah. So, because we hear that Shaquille O'Neal, I believe he is. You know, Allah knows best. You know what I'm saying? Dat weet natuurlijk alleen Allah subhanahu wa ta'ala. Dat gaat trouwens over allemaal. Dat zijn niet wij om voor te oordelen. Op nummer 2 hebben we staan Dave Chappelle. De bekende comedian Dave Chappelle. Ik denk dat de meeste mensen hem wel kennen. Helemaal als je houdt van cabaretiers uit de Verenigde Staten. Is deze man sowieso een legend. Ik wist dit wel al. Maar alsnog best wel opmerkelijk. Het is niet zo lang geleden dat er een interview van hem uitkwam met David Letterman. Als ik me niet vergis. When I was 17, I was living in Washington. And there was a pizza shop across from my house. And it was like all these Muslim dudes that worked in there. And I used to go in there and crack jokes. And I was a naturally curious guy. And I would ask him questions about his religion. And the guy was so passionate about it, it was very compelling. I like the perspective of it, and I think these things inform my decision that I want to have a meaningful life, a spiritual life. Ja, en dan zie je duidelijk wat hij daarin aangeeft. En ja, hij is dus in 1998 is hij bekeerd naar de islam. En ja, een aantal jaren later gaf hij hier een interview aan van, ja, ik wil er niet te graag over praten, omdat mensen dan heel veel gaan letten dan, hè, op de minpunten. En hij wilde dat proces, zeg maar, van, hè, zijn geloof praktiseren, wilde die in alle rust kunnen doen. Het is wel opmerkelijk om te zien dat er heel weinig Amerikanen zijn die openlijk durven uit te spreken, echt van, hey, ik ben moslim, of hey, ik ben bekeerd naar de islam. Zie ook heel weinig in interviews naar voren komen. Ik weet niet of dat expres wordt gedaan, maar ik zou dat wel heel interessant vinden om te weten waar iemand nou in gelooft. Je weet toch, want daarmee zie je ook gelijk van, hè, hoe staat iemand in het leven. Maar goed, we hebben er nog een honorable mention voordat we gaan naar plek nummer 1. En deze honorable mention, wat houdt dat in? Dit is, zeg maar, hoe moet ik dit vertalen? Iemand, zeg maar, de moeite waard om het even te benoemen. Iemand waarvan je misschien nog niet wist dat hij ook moslim was. En dat is Mike Tyson. Misschien ook wel, als je natuurlijk houdt van, net zoals ik, van gevechtsport en zo, dan weet je dat Mike Tyson moslim is. Heeft hij ook zeker aangegeven in interviews. Hij spreekt ook best wel vaak emotioneel erover in zijn podcast. Ik weet niet of je weet, maar Mike Tyson is daarnaast, heeft hij ook natuurlijk nog, hè, een podcast waarmee hij bezig is. En volgens mij heeft hij nog een hele wietboerderij, wheat farm. Ja, die man is met van alles en nog wat bezig. Maar je ziet af en toe in interviews dat hij wel eens praat over geloof en al die dingen. En dan zie je dat zijn identiteit als moslim ook af en toe echt wel naar boven komt. En dat vind ik mooi om te zien. En ja, dus de honorable mention. Nu gaan we door naar plek nummer uno. En op nummer 1 staat de welbekende Akon. Ik denk dat je deze man, deze artiest, entrepreneur, ondernemer, ik denk dat je hem wel kent. Natuurlijk eerst super bekend geworden door zijn liedjes. En vervolgens later heeft hij gekke dingen gaan doen in Afrika. Oorspronkelijk komt hij uit Senegal. En ja, deze man is zelfs zo ver dat hij bezig is om een eigen stad te bouwen. Een futuristische stad. Een stad van de toekomst.
allemaal gekke plannen, gekke video's. Ja, ik volg deze man al heel lang, al sinds mijn jeugd eigenlijk. Dus ik weet best wel veel over hem en wat hij allemaal doet. Hij heeft een paar gekke Chinese investeerders weten te regelen, die voor een paar miljard allemaal zonne-energie voorzieningen heeft hij dat allemaal weten te fixen, zeg maar, daar in Afrika. Verschillende landen die dat ook willen overnemen, overkopen. Dus ja, Ekan is daar echt super druk mee bezig. Is daarnaast ook in de crypto. Heeft zelfs een eigen crypto, A-coin. Die kan je echt serieus volgens mij zelfs kopen op zijn website. Dus die man is met van alles en nog wat bezig. Maar deze man is dus geboren moslim. Dat heeft hij een keertje in een interview verteld in 2015 in Marokko. Ja, daar geeft hij dus wel aan dat hij natuurlijk moslim is. Dat hij het wel ook heel moeilijk vindt om dat met zijn carrière, met zijn muziek en zo te combineren. In die zin van, ja, het is natuurlijk verboden muziek in de islam. Eén ding wat ik opmerkelijk vind is dat altijd wanneer artiesten op een gegeven moment geld, vrouwen, weet ik veel wat, noem het allemaal maar op, al die poespas die erbij komt kijken, als ze dat allemaal hebben gezien en gehad, uiteindelijk nog steeds allemaal zeggen: we zijn niet gelukkig. Dus ja mensen, de top 5 mensen, beroemde mensen waarvan je nog niet wist dat zij, ja, moslim zijn. Bij deze weet je dat dus. Als je dit een leuke video vindt en bij jezelf denkt van: hey Joes, dit is super tof, maak er nog eentje. Kunnen we er nog eentje maken? We kunnen misschien zelfs nog in verschillende categorieën maken. Let me know, laat het weten in de reacties. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren. Vergeet natuurlijk niet om duimpjes omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet om belletjes aan te zetten. En vergeet natuurlijk niet om dingen te vergeten. Zoals jullie weten sluit ik altijd af met een